Als er iemand de dood in de ogen durft te kijken, is het Janine, wereldkampioene freediven. Zij zwemt zonder zuurstofflessen naar de zeebodem. 92 meter diep kan ze. Dat is vergelijkbaar met een flatgebouw van 25 verdiepingen. Het voelt altijd een beetje onder water, als zweven in het niets. Ik heb altijd het gevoel dat ik daar zou kunnen blijven, voor eeuwig. Ik haal mijn laatste ademteug en ik trek mezelf naar beneden. Op dat diepste punt merk ik dat ik toch iedere keer weer even een gedachte krijg van, oh, oké, wat als ik het niet haal? Stel je voor hoe je zou voelen als je 92 meter onder de oppervlakte zit in je uppie. Het is gewoon even een gevoel van isolatie. En dat is een moment waarop je jezelf gewoon weer even onder controle moet krijgen. Want dat soort gedachten die zijn dus eigenlijk levensgevaarlijk. Oké. Sorry. I'm okay. Right up. Thank you. 6 minuten 29 seconden. How much? 6:19. 6:19. 12 seconden en nieuw Nederlands record. Oh. Als ik iets langer had blijven liggen, dan had ik hem kunnen hebben. Maar ik wist niet dat ik al zo ver was, dus ja. Was je in de buurt van een blackout? Dat weet ik niet. Ik moet het even terugzien. Hoezo weet je dat niet? Het feit dat je het niet weet, betekent eigenlijk wel dat je erbij in de buurt zit. Ja. We zitten hier in een zwembad en er zijn 25 mannen die over de veiligheid gaan, die zitten in de buurt. En toch, als je het uitlegt, klinkt het helemaal niet zo safe, omdat je te weinig zuurstof in je hersenen hebt, omdat je anders reageert als je boven komt dan normaal. Ja, anders reageren, dat is vanwege dat, ja, inderdaad, dat is te weinig zuurstof. Maar ja, het is absoluut niet de bedoeling van freediven dat je zelf poest totdat je blackout gaat. Dat het dan soms wel eens gebeurt, ja. Sorry. Inschattingsfoutje, ja.